lieve YouTube-kijkers naar mijn kanaal. Slash onze kanaal. Ja, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 30 augustus 2018. 7 uur 25 op dit moment. Ja. Ik was al wel lekker vroeg uit. 6 uur ging me wekken. Joehoe. Een rare nacht. Ja, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan er gewoon weer voor. Ik ga zo meteen even... Ik ga zo eerst even met de dames IKEA's wegbrengen. Daarna school. Daarna weer de post sorteren. Dus lekker druk. Maar we nemen jullie mee. Ja, komt goed. Ja, nou toen was ik dus aan het lopen met een hondje. Ja. Kijk. Maar lekker aan het lopen met de hondjes. Ja. Ja joh, zei ik daar. Joh, kom. Ja. Ja. Yeah. Nee, we gaan niet achter kraaien. Nee. Jammer, joh. Lopen. Ja. Yeah. Meid, kom deze kant op. Goed zo. Nee, nee, dames. Yo. Wow. Ja, yeah, deze kant op. Goed zo. Dus ja, ik ga nog even lekker door. Ja. Ja, ja. Ik ben nog helemaal wakker. Maak het, maakt niet uit. Komt wel heel goed. Dame, voor het goede leven. Deze kant op. Goed zo. Ja, en ik ben gelijk even de IKEA's aan het wegbrengen, jongens. Ja, de IKEA's. Kijk. Ook ik ben van de partij. Ja, ook ik. Joepie, de IKEA's. Ja. Ik neem jullie wel een beetje mee aan de andere kant. Even draaien. Zo. Kijk. Nog even weer een beetje door. En ik heb ook een roderik aan de telefoon. Waar ben jij, schat? Nog steeds. Goedemorgen allemaal. Nou, de IKEA's die zijn weg. Yes. Helemaal geweldig. Helemaal top. En dan ben ik thuis. Mijn vlog van gisteren die is aan het renderen. Het nieuwe programma. Echt helemaal top. Ook daar ben ik er blij mee. In het begin was het... Ik kom er niet uit. Maar nu... Heerlijk. Ik weet niet meer beter. Zalig. En dat is dus deze die ik dus aan heb geschaft. En nee, ik word er niet voor gesponsord of voor betaald. Nee, deze heb ik dus aangeschaft. Echt ideaal deze. Serieus. Hele mooie effecten erin. Ja. Ik daar zeg ik al, ik ken niet beter. Nee. Ja. Yeah. Beste buikwandcorrectiedagboek. Hey, ja, daar was ik weer. Het is vandaag 30 augustus. Je hebt me eventjes een paar dagen niet gezien. Want ik even niet zo lekker in mijn vel voelde. Het is nu 10 uur 34. Ja, ik heb een nieuwtje. 27 augustus zijn we dus naar het ziekenhuis geweest. Oeh, kijk. Ik heb wat ver weggegooid. Had ik niet meer moeten doen. Oeh. Ik moet nou pas achter. Oeh, maar ja, maakt niet uit, geeft niet. Ja, dom. Maar oké, maar ik heb net het ziekenhuis gebeld. Het geld is binnen. Even naar Roderick, want die is beneden. Maar die weet dus nog van niks. Dus ik zal eens eventjes peilen hoe hij ervan overdenkt. Dus het is even donker. Ja, ik weet het. Nee, dames. Even mijn heren. Even mee. Kijk,
Dag ook. Ja, best dag ook. Ook leuk. Even kijken hoe het gaat beneden. Even kijken hoor. Heel licht. Hé, mis een lampje hier. Die doet het niet. Huh? Is niet leuk. Ja, ook per se zo. Hey. Hey, wil jij goed nieuws horen of niet? Nee, eigenlijk niet. Nou. Maar vertel toch maar. Oké. Ik ben ook een paar keer dom geweest, want ik was al een paar keer opgenomen voor de dagboek, maar die heb ik allemaal verwijderd. Een beetje dom, maar oké, maakt niet uit. Een missertje. Maakt niet uit, kan gebeuren. Maar ik heb net het ziekenhuis gebeld. Ja. Wanneer? Het geld is binnen. Oké. Ja. Oké. Ja. Oké, dus, en nu? Nou, ik moet gewoon even wachten op maandag. Gewoon even. Nee, nog niet wachten. Het is niet donderdag. Ik moet gewoon een heel weekend wachten. Ja, dat is leuk. Nee, dat is niet leuk. Wachten, hele tijd. Ja, dat is leuk. Je moet wachten tot het geld binnen is. Dan moet je weer wachten tot het weekend voorbij is. Dan moet je weer wachten tot het maandag is. Ja, maar dat is wel leuk. Dan moet je wachten. Ja, of en of ik bel gewoon zometeen weer en dan eigenlijk gewoon. Nee, het is gewoon een haatje, meer niet. Of ik bel gewoon zometeen weer even het ziekenhuis en dan eventjes de afdeling plastische chirurgie. En even kijken wat ik dan nu al kan doen, want het geld alweer binnen is. Kan sowieso. Kan je balletje laten rollen hier voor thuis? Die spullen in huis halen. Dus bestellen van. Nee, ik moet sowieso eerst een datum weten. Ja, die kan je maandag te horen. Nee. Niet? Nee. Waarom niet? Omdat er een wachtlijst ervoor moet maanden is gehad. Ja. Maar dan dus weet je maandag toch wanneer je op de wachtlijst geplaatst gaat worden. En dan weet je dus. Ongeveer van wanneer? Ja, ongeveer. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dan kan je zeggen, dan wil ik het ongeveer hebben. Ja. Niet dat als je het ziekenhuis ligt, dat staan de spullen komen brengen. Dat is niet handig. Nee, maar ik kan ook gewoon 2 dagen liggen. Dus dat, en dan weet je niet hoe mijn lichaam reageert. Nee, maar het is. Of 5 dagen. Het is niet handig als je thuis komt in het ziekenhuis ligt dat die spullen dan gebracht worden. Dus moet even voor die tijd al hier. Ja, dat snap ik, maar dat is ook wel mijn planning. Oké, dan is het goed. Sowieso. Maar ik ben blij dat het geld al binnen is. Dat is heel wat. Dat wou ik even met je delen, lieve schat. Dankjewel. Ja, kijk, dat staat nu eens een keer weer lekker op de dagboekvlog. Dat is leuk. Ja, is goed. Ja. Pie. Hey, ja, ik ben blij. Ik ben heel blij met jou. Blij met jou. Blij voor jou. Blij tegen jou. Mooi. Blij aan jou. Blij met jou. Blij door jou. Kinderen, de meester die spoort ook echt niet hoor. Nee, ik ben ook niet de spoorwegen natuurlijk. Je hebt wel spoor. Ja, waarom? Scheelt je? Nou, alleen ik sta een beetje in het licht. Dat is niet fijn. En als ik zo doe, dan heb ik een heel raar beeld. En zo niet. Kijk, dan heb ik kleur. Kijk je uit. Ja, jij komt daar. Ja, het is leuk. Hi. Hi. Goed in beeld. Hoe gaat het? Laatste? Ja. Nee, ja, de tweede. Tweede? Wow! Kijk eens eraan. En dan krijg je ze helemaal aan. Wat allemaal al is gedaan, dat kan in principe daar al naartoe alvast. Oké. Okay. Ik bedoel qua lege kratjes. Ja, oké. Qua lege kratjes, dan hebben we dat dan niet meer nodig. Dan is het alweer weg. Shit, ja. Lege kratjes worden gevuld. Ikea, voor zijn wijk. En niet mijn wijk. Shit, niet om te lukken. Nee. Is handig. Ik heb over nagedacht. Dit op de kop zetten is ook handig. Tenminste, de rest lezen. Ja, precies. Ook goed. En dan moet jij dus nog deze, of heb je dit allemaal al gedaan? Die moet er nog. Dan heb je nog even eraan. Ja. Ja. Dus nee, maar daar ben ik blij mee. Nou, dan gaan we gewoon even kijken wat ze kunnen zeggen. Of nog dat ik al afspraken moet maken. Ja. En met de anesthesist. Ja, en zo ja, dan ga ik eventjes alvast een wijk op jouw naam gaan zetten. Dan krijg ik het druk. Oké. Okay.
Vanaf volgende week. Ja, oké. Okay. Kijk, en dan kan ik jou wel helpen, maar anders krijg ik het eventjes te veel op mijn dak. Nee, dat is goed. Ja? Helemaal. Nou, dan ga ik even bellen. Yes. Nou, wat jullie wel hebben gehoord, ik ga even bellen. Ja, maar dan neem ik jullie eens even in. Ja, ik kan wel jullie meenemen. Ja. Antoon is over. Ja, Antoon is over. Die is ook leuk, hè? Ja, ik weet het. Nou, dan ga ik even bellen. Top. Nu moet ik weer wachten. Ik heb er geen zin in. Zo. Zo, hé. Hey. Ja, dus. En? Wat moeten jullie? Mama gaat even het ziekenhuis weer bellen. Mama gaat het ziekenhuis bellen. Zo, wazig. Mooi. Ja, wazig. Hé, meisje, kom dan. Kom even kijken. Oh, ik heb het niet tegen jou. Ik heb het tegen die anderen. Ja, dus. Lady, kom. Leed. Leed, kom. Hé, kom maar. Kom dan. Ja, meisje. Hey kind, nee, is goed. Nee. Oké. Dit is nu Lady. Dat is Draki, dat is Pidi en dat is Lofi. Kijk, ik ga even zoomen. Koekoek. Hé! Hey! Berg! Ik ben helemaal aan het doen. Ja, hou je mond. Ik heb het niet tegen jou, dom ding. Zo. Leuk even. Oh, zo. Je mag. Ik moet nog even weer wennen met in- en uitzoomen, maar ik maak niet uit. Nou, ik heb net de afdeling gebeld, plastische chirurgie. Ja. En, dat is leuk. Ja. Ik moet toch wachten op maandag. Tot mijn arts belt. Het geld is al binnen, wat ik net al zei. En dan krijg ik een e-mail van de anesthesie. Anesthesie, weet ik het, hoe ik het uit moet spreken, maar het maakt niet uit. En dan moet ik dat waarschijnlijk invullen. En of langskomen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is leuk. Ja. Wat leuk. Wat geweldig leuk. Not. Nou oké, ik heb het ervoor over. En dan, dan gaat het hele balletje rollen. Bloedprikken waarschijnlijk, bla 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 bla. Ik ook soms nog even doen mijn huis, want ik ben aardig moe. Dus voordat ik dus, ik wil wel even uitslag weten. Dus misschien dat ik vandaag alvast mijn eigen bloed kan prikken voor misschien vitamine B12. Of anderszins. Dus ja. En dan opname en dan hun weten waarschijnlijk over wanneer ik dan wat opgenomen. Dus ik hou jullie op de hoogte. Ja. Wat namelijk heel spannend. Ik vond het heel spannend. Maar oké, ik heb het ervoor over. Ja, toen waren we al even thuis. Het is alweer 11:53. Ja, het gaat hard. Ja, een beetje te hard soms, hè. Nee. Soms wel, ja. Kijk, dat is rood. Dat is leuk. Dus, ja. En we wachten gewoon weer op de post. Ja, en ik moet nog even boodschappen halen voor school. Dus eens even kijken of ik jullie daarmee in mee kan nemen. Want iedere keer post. Ja. Even kijken of ik jullie niet vergeet. Dus, ik wacht nu even op Ro en dan ga ik zo meteen even boodschappen halen voor school. Zo, het is wel donker jongens. Ja, nou, ik doe wel even lampje aan. Ik denk ik ga proberen
Nou, doe ik het zo. Ja. Roos nog net naar huis. Ja, die is echt nu net naar huis. Het is nu 1 uur in de nacht. Ja. De post is nou net helemaal klaar. Pff, echt veel. Ja, mega veel. Zo. Rode had 7 kratten, joh. Ik had er 6. Nee. Joepie. Maar oké, maakt niet uit. Wij willen jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Wij zouden het super tof vinden als jullie een blauw duimpje achterlaat. Een leuke reactie achterlaat. Ook nog eens een keertje abonneren. Ja. Dat kan hieronder. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen weer. Doei.